stop moet je weer snel maken. Net zolang totdat hij leert dat hij uit zichzelf door moet blijven lopen. Goed zo. Ja, hou recht, hè. Dan vind ik nu dat eigenlijk zijn neusje te veel naar binnen is. Ja, dus dat doe je niet oplossen in je keuken, maar vooral in je been. En deze stap moet echt niet harder, dan is je echt voor overhaast gaan stappen. Ja, dus je moet voelen dat als je been geeft dat je aan kan draven, dan is het goed. En als je dus niet aan kan draven, dan moet je even aandraven. Ja, goed zo. Ja, daar. Rechterbeen. Ja, daar. En dan ontspan je jezelf weer. En dan maak je weer snel aan je been. Kom maar. Ja, en dan ontspan je jezelf weer. Goed zo. En recht, en recht, en recht. Ja, goed. En ontspan jezelf. Je hoeft hem niet op te jagen, alleen van hem te verwachten dat hij reactie geeft. Ja, ontspan jezelf. Zo, ja. Ja, en voorwaarts. En voorwaarts. En kom maar. Goed zo. Achter in je schouders. Ja, deed voor jezelf schouders naar achter, tenen in zijn neus. Schouders naar achter, tenen in zijn neus. Ja, daar. Heel goed. Heel goed. Ja, goed zo. Goed zo. En ontspan weer. Zo, denk aan het goede been. Zo, ja. Schouders terug. En je tenen naar voren. Schouders terug. En je tenen naar voren. Heel goed. Doe je zo van hand veranderen, Tess. Hou recht. En dan ga je weer bij de C af. Let op dat je niet links-rechts aan zijn hoofdje doet, hè? Want ik weet ook niet zo goed wat je wil. Zo, ja. Dus dan kan hij dat helemaal doen, hè? En als hij gaat slingeren, een beetje naar voren. Ja, goed zo. Oh, daar. Dan gaan we verder bij de hoefslag vandaan, hè? Zodat het goed vindt. Ja. Dat is nog een beetje onbalans, hè? Dat ze graag op de hoefslag willen lopen. Zo, dus ga dan gewoon verder erbij vandaan. Dan is het makkelijker. Zo, ja. Ja. Stuur zeker 3 meter bij de hoefslag vandaan. Zo, ja. Alsof de witte hekjes er staan. Zover moet je er vanaf. Ietsje eerder sturen, hè? Want nu zwaait je een beetje uit de kop. Goed zo. Gaan we linksaf doen, nog een keer. Twee handen naar links en rij bij, en rij bij, en rij bij. Dus bij de N begint je aan wending al. Zeker aan deze kant. Nu wat draaien. Rechterbeen. Ja, en dan rechtuit. Ja. Goed zo. En nu weer niks. Ja. Goed zo. Heel goed. Hoe ging het? Nou, eigenlijk best goed. Ja, zeker. Je kon heel mooi overgangetjes maken. En zeker zie je, als je de overgangen galop en draf maakt, dat hij dan meteen ietsje losser in zijn lijf laat. En ik zie ook wel veel stukken dat je zelf ook een keertje kan corrigeren. En dat je daarna weer echt makkelijk kan zijn, hè? Dat de stukjes dat niet goed doet, dat je ook zelf eigenlijk ook niets doet. En dat je dan niet wacht totdat hij een beetje sloom is geworden of totdat hij ietsje zijn neus naar voren heeft gedaan. Maar dat als je het maar een beetje voelt, dat je meteen in kan grijpen, dat hij weet waar hij aan toe is en dat je dan weer af kan voelen. Ja. Ja, hartstikke goed. Goed zo. Ja, dat je constant een beetje met haar lichaam bezig bent, hè? Niet te lang rechtuit en hetzelfde. Het zou wel leuk zijn als ik het nu weer naar beneden ga. Goed zo, Tess. Cool. Daar, ja. En niet je handen vastzetten. Ja, maar mooi daar met je hand de gelegenheid geven naar beneden. Goed zo. Heel goed. Benen mooi lang houden. Knieën mooi los uit je zadel. Zeker in je springzadel, dat je daar niet te veel met je knieën in vastknijpt, hè? Dan ga je zitten en weer een dressuur hebben. Zeg het nog eens 1 keer. Goed zo, Tess. Dat je maar drie stappen geen dressuurruiter bent. Tess, kom eens 2 keer bij mij, leg ik heel even wat uit. Let op, springen is een beetje dressuurrijden met hindernissen ertussen, hè? Er is bij een sprong, zijn er 3 momenten dat je niet aan een dressuurruiter hoeft te denken. Ja. Dat zijn het moment dat zij gaat
afzetten. Het moment dat zij zich rondmaakt boven de sprong, dat is de landing. En zodra jij geland bent, ben je weer een dressuurruiter. En hoe beter je dat kan, hoe beter het voor elkaar is. Als jij daar al af bent en denkt, ik ben een springruiter, dan gaan ze steeds harder. En hoe meer jij hier denkt, nou doe maar iets leuks, hoe moeilijker het wordt om in het vervolg een keer een korte wending naar bijvoorbeeld een volgende hindernis te rijden. Of als je een combinatie hebt, dus er komt er snel eentje achter, dan ben jij nog een springruiter en dan moet je al over de volgende hindernis. Dus hoe meer jij voor de sprong en na de sprong controle hebt, hoe makkelijker het is. Dus eigenlijk moet je, bijvoorbeeld als je BP springt, moet je ook BP dressuur doen. Eigenlijk wel. Dus dat is een stukje netjes, eigenlijk op de letter noemen we dat, hè. Maar dan is dat, met springen is dat meer dat je de goede wending kiest. En die ga je ook nooit meer vergeten, die wending. Dat leer je. En dat ga je dan ook nooit meer anders doen. En in de B krijg je dus ook weer andere wendingen. In het L krijgen we een stukje barrage erbij. Dus moeten ze ook een keer wijken voor de kuit door een keer sneller door de bocht heen te gaan. In het M hebben we de schouder binnenwaarts en de travers. Waardoor ze dus met de kont een keer korte bocht om kunnen. Of met de voorhand een keer korte bocht om kunnen. En zo is dat vice versa. In het Z moet een paard een pirouette kunnen. Dat is natuurlijk ook als jij over 1,30 heen rijdt, want dan heb je gewoon combinaties, hè? Dat dit je sprong is en dan de volgende. Dus eigenlijk maak je dan een halve pirouette naar de eigenlijk wel, dus dan kom je over deze heen. En dan denk je, dan maak je een pirouette en dan ga je over die heen. Oh, dat is handig. Eigenlijk lijkt het heel veel op elkaar. Nou, nu wil ik een pirouette leren. Maar dat is dus, doe je al zet springen? Nee, doe je al zet dressuur? Bijna. Dus is de pirouette nou belangrijk? Nee. Dus we gaan ons eerst BBB bezighouden met rechte lijnen en controle. Ja, oké. Nog een keer. Hard naar de wending was niet zo mooi, hè? Dus concentreer je. Maak je lang. Goed zo. Zitten. We vragen ons vooral af wat Tess ervan vindt. Ja, oké. Hoe vond je het, Tess? Nou, ik heb er heel veel van geleerd. En wat heb je vooral geleerd? Dat ik langzamer moet gaan. Is het alleen langzamer? Of gecontroleerder? Ja. Nou, bijvoorbeeld met Bella dacht ik, nou, hoe harder ik ga, dan kan ze niet stoppen. En dan gooit ze maar een balk eraf. Ja. Maar met Blondie heb ik nu iets anders geleerd. Ja, nou zeker. Omdat Blondie niet een slome pony is, nee, maar zichzelf best een beetje druk kan maken. Ja. Als we het dan toestaan en nog een beetje meer bijrijden dat eigenlijk zo'n sprong iets heel heftigs is, dan ga je dadelijk ook een soort volle patroon parcours rond. Terwijl het juist zo fijn zou zijn dat je zeker het BNL bijna een handgalopje kan rijden. Dat je bijna trots op jezelf moet zijn als je een keer een tijdsfout hebt, omdat je te langzaam bent gegaan. Als dat iedereen staat, oh, dat meisje gaat zo hard, we hopen dat ze niet in een hindernis valt. Ja. Dat je zelf, want ik ben ervan overtuigd, ook omdat ik dat uit eigen ervaring kan zeggen, als je meer rust en meer controle hebt, wordt een hindernis ook minder eng. En dan ga je ook een parcours in dat je denkt, maakt niet, oh sorry meisje. Maakt niet uit als het een keer een gaatje hoog is, hè? Want de ene parcoursbouwer bouwt de gaten laag. En er zijn ook parcoursbouwers die bouwen achter de gaten hoog. Ja. Dat je ineens ergens komt dat je denkt, oei. Ja, dat heb ik inderdaad een dat keer had ik thuis nog niet geoefend, zo hoog. Ja, maar als jij dan die controle en die rust hebt, maakt het niet uit. Ja. Want dan kunnen ze twee gaten hoger bouwen, maar jij hebt controle. Jij weet dat je been kan geven zonder dat die op hol gaat. Dan wordt je vertrouwen daar veel beter van. Oké.